ook een maatje kleiner mag zijn, ja, dan is de Smart natuurlijk een goede optie. Dit is de tweede generatie Smart. Een bijzondere stap van Mercedes om zo'n kleine stadsauto te gaan bouwen. Je moet ook elke keer weer een beetje wennen als je erin rijdt. Het is echt heel klein. Je zit overigens heerlijk ruim, maar klein, korte wielbasis. Dus het veercomfort is gewoon wat harder. Hij stuurt allemaal wat raarder. Dit is echt wel een auto die heel goed terecht komt in de stad. Maar op de buitenweg alweer wat niet meer prettig kan zijn. Qua parkeren is natuurlijk wel briljant. En wat dat betreft is het raar dat er geen fiscale stimulansen in Nederland zijn specifiek voor hele compacte auto's. Het zou in sommige steden best een uitkomst kunnen zijn. En bijvoorbeeld Parijs, daar zie je gewoon heel veel Smarts. Die staan ook overal nergens geparkeerd, soms dwars in een parkeervak. Je kunt het gewoon wat makkelijker kwijt. Het aanbod, OutScout, niet waanzinnig ruim. Kleine 300 exemplaren, waarvan heel weinig diesels. Er zijn wel diesels geleverd, maar dit is geen auto waarmee je lange afstanden gaat rijden. Ja, en gezien het regime met motorrijtuigenbelasting, waarbij je voor diesels gewoon veel meer betaalt, is dat gewoon niet de meest aantrekkelijke optie voor een Smart. Benzinemotoren in een range van 61 tot 98 pk. En 98, dat zijn de Brabus versies. Die zijn heel erg duur om nieuw te kopen, tweedehands. Nou, die ook wel iets beter hun waarde. En er is ook een elektrische Smart. Tweedehands nog niet echt te vinden. Dat zijn een beetje de demo's bij dealers. Eigenlijk net te duur voor wat die biedt. Dat is wel jammer, want een elektrische auto voor in de stad die compact is, ja, in principe de ideale winnende combinatie. De Smart is er ook als cabrio, dan gaat in feite alleen maar het dak zeg maar naar achteren. De stijlen van de deuren blijven staan en de achterruit die verdwijnt. 15% van het aanbod is zo'n cabrio. Gaan we verder. Niet heel veel Smarts met navigatiesysteem of leren bekleding. En de helft heeft een volledig automatische versnellingsbak. Wij rijden nu een versie rond waarbij ik niet hoef te koppelen, waarbij ik wel zelf het pookje heen en weer moet halen om te schakelen. Dat geef je netjes aan in het display wanneer het ongeveer zou moeten doen. Qua aandachtspunten, er zijn een heleboel kleine dingetjes die zouden kunnen optreden. Van wat rammeltjes en kraakjes in het interieur. Het is een vrij hardgeveerde auto die zijn leven in de stad slijt. Met verkeersdrempels, hobbels, stoepjes, noem het allemaal maar op. Bijvoorbeeld de achterklep, die kan gaan rammelen. Maar er zijn allerlei mensen die daar dan weer wat piepschuim en zo tussen proppen. Gaspedaal kan gaan kraken. De enige remedie is dan vervangen. Het is alleen het pedaal, dus dat valt op zich nog wel mee. Verdere klachten die te lezen zijn. De brandstofmeter die niet zo accuraat is. Dus probeer hem niet helemaal leeg te rijden voordat je een beetje gevoel hebt of dat wel klopt. Dus niet dat eerste ritje meteen die tank tot een nul. Dan kom je misschien stil te staan. Dus wat verder belangrijk is bij auto's die hun leven potentieel in de stad hebben gesleten. Kijk gewoon naar parkeerschades. Hè? Dus bumpers, velgen, dat soort dingen. Dat is nog één serieus issue wat er kan optreden bij de MHD-versie Micro Hybrid Drive. Dat is niet meer dan een Smart met start-stop overigens. De multiriem die de dynamo aandrijft, ja, die kan zeg maar losschieten, breken, dat soort dingen. Dat betekent dat de dynamo niet meer draait, wordt de accu niet opgeladen. Dan krijg je meteen een lampje te zien overigens van, nee, er gebeurt iets met de spanning. Maar nog belangrijker, die drijft ook de waterpomp aan en dan kan de motor heet lopen. Sterker nog, dat gaat hij ook doen. Hij zit achterin natuurlijk, weinig rijwind om hem te koelen. Dus op het moment dat je het acculampje aan ziet springen, zet je Smart MHD meteen aan de kant. Want het zou kunnen betekenen dat die multirim gebroken is. En dan loopt het blok potentieel heet en dat zijn dure reparaties. Er is een aangepaste riem en andere modificaties. Dus vraag gewoon even na wat de status is van een Smart MHD die je gaat bekijken. Of er iets met de multirim al is gebeurd. Dit exemplaar, ja, het oogt wel leuk zo in het knalrood. Overigens wel wat kleurverschillen tussen de safety cell, hè, dat zijn echt die bogen. Die kan je ook in het zilver en andere kleuren krijgen. En de deuren bijvoorbeeld, je ziet dat het niet helemaal dezelfde kleur rood is. Verder een hele basic auto, nog wel airco, maar zelf schakelen, niet koppelen. Maar met de instapmotor gaat die niet bepaald als de brandweer.